verdwijnt de dieselauto uit het straatbeeld. De luchtkwaliteit in Haag is zo slecht. Luchtverontreiniging. Luchtvervuiling. Luchtvervuiling. Begin april zijn we samen met Anouk en Laurens van de Grote Markt begonnen met het initiatief voor de Hub Club. Dat zijn wij begonnen omdat er in 2025, zoals jullie weten, de binnensteden zero emissie toegankelijk zijn. Daar moet je over nadenken. Dat hebben wij hier midden in de natuur gedaan met het initiatief om versleveringen aan alle strandtenten emissievrij te gaan leveren. Hoi, ik ben Rinze, eindbaas bij Hubbel. Wij doen mee met de Hub Club omdat wij emissieloos rijden, we houden van slimme logistiek en met de Hub Club bundelen we versleveringen waardoor we 6 tot 7 dieselbussen vervangen door 1 uitstootvrij voertuig. Daar wordt iedereen blij van. De Hub Club werkt als volgt. Versleveranciers leveren hun orders voor restaurants 's ochtends bij ons op de Hub af. Op de Hub worden die orders van verschillende versleveranciers gebundeld tot 1 levering en vanaf de Hub uitstootvrij geleverd aan de restaurants. Dat bespaart tijd voor de leveranciers en zorgt ervoor dat de restaurants al hun versproducten in 1 keer geleverd krijgen. En dat maakt het voor iedereen een stukje leuker. Ik ben Ben, bedrijfsleider van Zuid. Wij werken sinds dit jaar samen met de Hub Club. We willen graag emissievrij geleverd worden. We zitten hier in een prachtig duingebied en dat willen we graag prachtig houden. Ik ben Rogier, ik ben de chef hier. Vroeger, in de voorgaande jaren, kregen we altijd heel veel leveranciers en dat is nu tot eigenlijk eentje teruggebracht. Die komen langs, het is met een schone auto ook, dus het is goed voor het milieu. En de jongens van de Hub Club zijn heel erg goed. Ze ruimen alles op, vullen alles FIFO, dus daar hoeven we niet op te letten, dat gebeurt altijd goed. En we zitten hier natuurlijk ook in de duinen, dus het is, voor het milieu is het goed dat we niet meer 5 leveranciers hebben langskomen. De resultaten van dit jaar zijn zo goed en de deelnemers zijn zo enthousiast dat we, als het aan ons ligt, heel graag volgend jaar aan de hele Zuid-Hollandse kust alle strandtenten op deze manier willen bevoorraden en daarmee een veelvoud van die 4000 kilo CO2 besparen.